Hallo. Is dit het klachtenbureau? Jazeker. Mooi, want wij zijn Ton en Liesbeth. Uit Hendrik Ido Ambacht. En wij hadden een klacht. Het begon ruim 27 jaar geleden. Wij hadden net verkering. En als dank voor het aangename eerste kwartaal gaf ik haar een hartvormig doosje met bonbons. Niet veel later zaten wij in de bioscoop bij een zwakke film. Toch gezellig, want ik had een zakje chocopinda's op schoot. Enfin, wij trouwen. En in een moordentempo verdween de sfeer en liefde uit onze relatie. Ik zeg, goh, Liesbeth, hoe deden we dat dan vroeger ook alweer? Tja, Ton, toen nam je nog wel eens bonbons mee of chocopinda's. Dus ik had een doos bonbons, wij eten die samen op. En inderdaad, er kwam iets terug dat leek op liefde. Of Ton kocht een reepje en dan was het weer een uurtje gezellig. Het gevolg, hoe langer onze relatie duurde, hoe banger wij waren om een avond zonder chocola te zitten. Hij kocht steeds grotere repen, mega dozen bonbons. Maar hoe groot ook de verpakking, alle chocola ging steeds diezelfde avond nog op. Ja, dat ken ik. Chocola is zo gemaakt dat je blijft dooreten. En dat is allemaal prima en ongevaarlijk voor luie mensen zoals u. Die na het gevreet met een lege doos op de bank blijven zitten. Maar wij rennen meteen naar de winkel. Chocola halen. Wij eten niet tot de reep op is. Wij stoppen pas als overal de chocola is uitverkocht. Dat willen we niet. Maar ja, zo is chocola gemaakt. Wij worden er kotsmisselijk van. Even naar huis met de braken en snel weer terug naar de winkel. Nou, maar wat knap dan dat jullie niet dik zijn. Mevrouw, wij hebben geen geld meer voor een auto. Wij joggen al 20 jaar van het ene verkooppunt naar het andere. Oh, zijn jullie al 20 jaar chocolade verslaafd? Correct. En dat vinden wij walgelijk van elkaar. Dus wij geven elkaar een rotgevoel. Hup. Nog meer chocolade erin om dat gevoel weg te krijgen. Wij zitten in een chocoladeloop. Red ons. Oh, dus als wij 20 kilo drugs neerzetten, moet u ook lachen? Wij eisen dat wij 7 maanden van onze chocoladeverslaving mogen afkicken op een tropisch eiland. En dat er bij thuiskomst nergens nog chocolade te krijgen is. Ik ga even voor u bellen. Hoi, hi en hi. Ik heb hier 2 chocoladejunks. Afkicken op een tropisch eiland en een chocoladeverbod. Ja. Nee? Oh ja, toch? Ja, ja. Oké. Helaas, we kunnen niets voor u doen. Tuurlijk. Elke zuiplap mag naar een duur afkikhotel. Maar wij snoepertjes kunnen creperen. Kom, Liesbeth. Wij gaan wereldwijd alle chocola kopen en opvreten voordat er nog meer slachtoffers vallen. Dat zal ze leren.